Vandaag gaan we het hebben over plantaardig vet. Onverzadigd vet. Vloeibaar vet. Plantaardige olie. We leren van alles over vetten, dat er verschillende soorten vetten zijn. En we leren ook over de invloed hiervan op onze gezondheid. Wij weten dat we enkel een goede gezondheid kunnen behouden wanneer onze bloedvaten in een goede conditie verkeren. En wij weten dat dierlijke vetten, stugge, vaste, harde vetten, een nadelige invloed kunnen hebben op de conditie van onze bloedvaten. En dat deze dus ook een nadelig effect op onze gezondheid kunnen hebben. En ons wordt dan ook aangeraden om deze vetten te minimaliseren in onze voeding. Ook moet de stofwisseling in ons lijf goed plaats kunnen vinden. En die stofwisseling die vindt plaats in je cellen. En dat is nogal afhankelijk van de conditie van de celmembranen van jouw cellen. Nu is het zo dat in de wand van jouw bloedvaten vele onverzadigde, dat zijn vloeibare, flexibele vetten, aanwezig zijn. Ook in jouw celmembranen zijn vele onverzadigde, dat zijn flexibele vetzuren aanwezig. Deze flexibele, vloeibare vetzuren, onverzadigde vetzuren, zijn zeer kwetsbaar. En dit komt omdat deze vetzuren één of meerdere dubbele bindingen hebben. En die dubbele bindingen die kunnen zeer makkelijk oxideren wanneer zij in aanraking komen met vrije radicalen. En deze radicalen die komen vrij als gevolg van de energieproductie in jouw cellen. Dus de schade aan de onderdelen, aan de vetzuren aanwezig in jouw celmembranen en aanwezig in jouw bloedvatwand kun je niet voorkomen. Het is heel belangrijk dat deze kwetsbare, vloeibare, onverzadigde vetzuren tijdig hersteld kunnen worden na schade. Als het namelijk niet tijdig hersteld kan worden, dan zal de conditie van jouw bloedvaten verslechteren, zal de conditie van jouw celmembranen verslechteren, zal de stofwisseling in jouw lijf verslechteren en zal ook jouw gezondheid verslechteren. Plantaardig vet, plantaardige oliën, zijn in het bezit van onverzadigde vetzuren. En deze heb je in verschillende varianten. Je hebt enkelvoudige onverzadigde vetzuren en je hebt meervoudige onverzadigde vetzuren. Deze vetzuren dragen dan ook bij aan het herstel van beschadigde vetzuren aanwezig in jouw bloedvatwand en in jouw celmembranen. En daarom leren wij plantaardig vet, de keuze voor plantaardig vet is goed voor je gezondheid. Is gunstig voor je gezondheid. Dus kies vooral wanneer je vetten kiest voor plantaardig vet, plantaardige olie. Maar is de vraag van vandaag, kun je vanzelfsprekend zeggen wanneer jij kiest voor plantaardig vet, voor plantaardige olie in jouw eetpatroon, dat jij dan gunstig bijdraagt aan het behoud van een goede gezondheid en het verloop van een optimale stofwisseling in jouw lijf? Het behoud van gezonde bloedvaten en het behoud van gezonde celmembranen? Nee. Hoe zit dat? Jouw lever kan zelf sommige stoffen vormen. Dit worden niet essentiële voedingsstoffen genoemd, welke jouw lever zelf kan vormen. Ook enkele vetzuren kan jouw lever vormen. Dit zijn de enkelvoudig onverzadigde vetzuren, zijn verzadigd vetzuren, is cholesterol, en ook wel een aantal meervoudig onverzadigde vetzuren. Nu is het echter zo dat jouw lever niet in staat is twee varianten van meervoudig onverzadigde vetzuren zelf te vormen. Dit worden essentiële vetzuren genoemd. En dat wil zeggen dat deze vetzuren essentieel, en essentieel is een ander woord voor noodzakelijk, zijn om aanwezig te hebben in jouw voeding. En dit zijn de vetzuren linolzuur en alpha-linolenzuur. Onder andere aanwezig in vette vis, dat is niet plantaardig, maar ook in algen, wieren, noten, zaden en pitten. Daar zijn deze twee vetzuren onder andere in aanwezig.
Wat betekent dat? Wanneer jij ervan uitgaat, als ik kies voor plantaardig vet, plantaardige olie in mijn eetpatroon, als al de vetten in mijn voeding plantaardig zijn, dan behoud ik een goede conditie van mijn bloedvaten, dan behoud ik een goede conditie van mijn celmembranen, behoud ik een optimale stofwisseling in mijn lijf en een goede gezondheid, dan is dit niet vanzelfsprekend het geval, want dit is enkel het geval wanneer de plantaardige vetten, de oliën in jouw voeding, voorzien in de essentiële, dus de varianten die jouw leven niet zelf kan vormen, vetzuren, linolzuur en alfa-linolenzuur. Bezit jouw voeding deze namelijk niet? Bezit jouw voeding veel olijfolie bijvoorbeeld, of olijven zelf? Ja, dan heb jij wel onverzadigd vet. En in dit geval enkelvoudig onverzadigd vet in jouw eetpatroon. Maar dit is ook een vet welke jouw leven zelf wel kan vormen. Dus die is niet noodzakelijk om aanwezig te hebben in jouw voeding. En dan kies je daarvoor, dan denk jij, hey, ik ben goed bezig, ik heb plantaardig vet in mijn eetpatroon. Dus dan kunnen mijn bloedvaten en celmembranen goed gezond blijven. En zo ook met avocado. Maar dit zijn wel onverzadigde vetzuren. Maar kan jouw leven zelf vormen, zijn omega-9 vetzuren. En dit garandeert alsnog niet de aanwezigheid van de essentiële vetzuren in je lijf. Als deze tekort zit in je lijf, dan kan jouw leven die niet zelf vormen. Als de vetzuren uit avocado of olijven ontbreken, kan jouw leven die eventueel wel zelf vormen. Op voorwaarde dat er een goede voedingstoestand heerst in jouw lijf. En dat is wanneer alle essentiële voedingsstoffen, waaronder linolzuur en alfa-linolenzuur, aanwezig zijn in jouw lijf. Waarom zijn deze twee vetzuren zo belangrijk? Nou, deze twee vetzuren hebben enorm veel invloed op de prikkelverwerking in jouw lijf. Dit is een cel en in het celmembraan van die cel zitten vele vetzuren. Waaronder ook linolzuur en alfa-linolenzuur. Jouw cel kan pas functioneren wanneer jouw cel eerst geprikkeld is door een signaalstof welke contact maakt met een receptor op jouw cel. Maar of er ook een reactie van jouw cel op de boodschap van die signaalstof plaatsvindt, hangt heel erg af van de prikkelverwerking in die cel. En dat hangt dan weer af van de aanwezigheid van de essentiële vetzuren, linolzuur en alfa-linolenzuur in jouw celmembraan. En deze kunnen ook dienen als zogenaamde weefselhormonen, prostaglandines. Deze bepalen de homeostase, het evenwicht, dus eigenlijk het behoud van een goede conditie van jouw weefsels. Dat wil zeggen, jij kunt nog zoveel en nog zo vaak kiezen voor plantaardig vet, plantaardige oliën in jouw eetpatroon. Maar zolang dit geen plantaardig vet, een plantaardige olie betreft met specifiek deze vetzuren, de essentiële vetzuren, linolzuur of alfa-linolenzuur, dan nog kun jij niet zeggen, ik ben gezond bezig, dit is gezond. Want dan missen er alsnog de essentiële vetzuren in jouw eetpatroon. Stel jij kiest wel bronnen van deze essentiële vetzuren. En dat zijn bijvoorbeeld zonnebloempitten of de oliën ervan. Dat zijn, is lijnzaad of de oliën ervan. Dat is walnoten of de oliën ervan. Stel jij kiest die. Of jij kiest een vloeibaar bak- en braadproduct, welke bestaat uit de olie van lijnzaad, de olie van zonnebloemen, want dat zie je vaak wel op de verpakking staan. Dan kun je denken, hey, maar dan ben ik dus wel gezond bezig, want dan heb ik de vetzuren, linolzuur en alfa-linolenzuur heb ik in mijn eetpatroon. Dan bied ik de essentiële vetzuren, welke mijn lichaam niet zelf kan vormen, welke zo belangrijk zijn om aanwezig te hebben in mijn celmembranen, om een goede prikkelverwerking in mijn cellen mogelijk te maken, om een goede conditie van mijn weefsels te kunnen behouden, om weefselhormonen te kunnen vormen, wat enkel kan met deze vetzuren. Maar helaas, het hangt er heel erg van af
Hoe de bron van essentiële vetzuren, welke jij gebruikt in jouw eetpatroon, behandeld wordt, of jij wel een goede gezondheid kan behouden. En of deze vetzuren in jouw lijf wel als bouwstof benut kunnen worden en dus onderdeel kunnen gaan uitmaken van jouw celmembranen. En de schade al daar aan de vetzuren daar kunnen helpen herstellen. Want meervoudig onverzadigde vetzuren en de essentiële vetzuren linolzuur en alfa-linolenzuur zijn zeer kwetsbaar en kunnen al heel spoedig oxideren. En dat wil zeggen dat de dubbele binding in hun structuur, vetten bestaan uit allerlei C'tjes en H'tjes en O'tjes. En een verzadigd vet bevat C'tjes verzadigd zijn met waterstofatomen. En onverzadigde vetzuren bevat C'tjes die niet verzadigd zijn met waterstofatomen, waardoor ze een of meerdere dubbele bindingen hebben. Die dubbele binding aanwezig in de essentiële vetzuren, linolzuren en alfa-linolenzuur, dat zijn meervoudig onverzadigde vetzuren, die hebben meerdere dubbele binding, maken dat ze zeer makkelijk kunnen oxideren. Dat wil zeggen dat die dubbele binding verloren gaat en dat ze dan hun waarde en hun oorspronkelijke structuur verliezen en zelf ook radicale stoffen kunnen gaan vormen, welke juist weer reacties kunnen veroorzaken met de vetzuren aanwezig in jouw celmembranen in plaats van schade helpen herstellen. Je wilt dus niet dat de vetzuren, de zeer kwetsbare, meervoudig onverzadigde vetzuren, de essentiële vetzuren, linolzuur en alfa-linolenzuur, in geoxideerde toestand, dus met die dubbele binding al verloren gegaan, in jouw lijf belanden. Maar die oxidatie die kan al plaatsvinden bij blootstelling aan lichtlucht en vooral lucht en hoge temperaturen, dus bij verhitting bijvoorbeeld. In een zuurstofrijk milieu. Ja, zuurstof hangt wel in de lucht, hè? Dus bij blootstelling daaraan. Heel veel mensen hebben wel enige mate van de essentiële vetzuren, linolzuur en alfa-linolenzuur, vaak meer linolzuur dan alfa-linolenzuur, aanwezig in hun voeding. Echter dan over het algemeen in gemalen toestand, verhitte toestand, geraffineerde toestand, geroosterde toestand. Helaas kan de structuur en waarde dan al gewijzigd zijn en kunnen deze essentiële vetzuren, die dus nodig zijn in jouw lijf om jouw celmembranen in goede conditie te kunnen houden, om jouw weefsels in goede conditie te kunnen houden, om de stofwisseling in jouw lijf optimaal te kunnen houden, is dan al verloren gegaan. Wat wil dat zeggen? Ik wilde vandaag gaan uitleggen of wanneer jij in jouw voeding structureel kiest voor plantaardig vet, plantaardige olie, in plaats van dierlijk vet, of jij dan goed bezig bent voor jouw gezondheid? Nee, dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Enkel en alleen wanneer jij kiest voor bronnen van plantaardig vet, welke de essentiële vetzuren, linolzuur en alfa-linolenzuur, in intacte, niet geoxideerde toestand bevatten. En dat wil dus zeggen dat jij de bronnen van deze essentiële vetzuren niet hebt blootgesteld, tenminste zoveel als kan, aan licht, lucht of hoge temperaturen. En deze dus niet heb verhit en niet veel in de lucht heb gelegen. En niet veel met licht in aanraking zijn geweest. Enkel dan kan je spreken van gezonde vetzuren. Enkel dan bied jij je lichaam namelijk die vetzuren die deze niet zelf kan vormen, maar wel heel hard nodig heeft, in intacte toestand. En tuurlijk heeft jouw lichaam daar enkel wat aan in intacte toestand.